Hoi, ik ben Bedri. En ik ben Leonida. Wij zijn hier in het hoofdkantoor van ABN AMRO in Amsterdam. Vandaag wordt een seminar georganiseerd voor gelijke kansen in het onderwijs. Wij zijn heel erg benieuwd wat de mensen van dit onderwerp vinden. Waar gaat de bijeenkomst vandaag over? De bijeenkomst van vanmiddag hier bij ABN AMRO gaat over gelijkheid van kansen voor jongeren in het onderwijs. En wat we zien is dat dat niet altijd even gelijkwaardig is. En we proberen daar vandaag aandacht voor te vragen dat overheden, bedrijven daarvoor in actie komen. En dat ze zich bewust zijn van het feit dat er iets moet gebeuren. Ik vind het belangrijk dat de bijeenkomst wordt georganiseerd, omdat ik denk dat het heel erg van belang is dat alle kinderen, ongeacht waar ze wonen, waar ze leven, in wat voor omstandigheid ze zijn, heel goed onderwijs kunnen volgen. Ik hoop er vandaag ook wat meer achtergrondinformatie over te horen van hoe we daar iets aan kunnen doen. Wat hebben jullie vandaag besproken? Nou, wat we vandaag hebben besproken en wat ik geleerd heb, is dat op school er heel veel gedaan kan worden om de kansen voor kinderen, vooral als ze uit een arm gezin komen, om die te vergroten. En de leerkracht die moet ontzettend veel dingen doen en die doet dat ook met veel liefde en plezier. Maar voor een heel belangrijk deel ligt het ook buiten de school. Bij de sportvereniging, bij werkgevers, bij gemeenten. Die allemaal hun bijdrage moeten leveren om de kansen voor kinderen groter te maken. En dat is een belangrijke les die we vandaag besproken hebben. Ik hoop dat we heel veel mensen enthousiast hebben gemaakt door ook voorbeelden te geven van de dingen die we op de scholen doen. Waar we met kinderen in armoede werken en leren. Dat het vaak ook al hele kleine dingen kunnen zijn die het verschil maken. En welke belangrijke oplossingen heeft u vandaag gehoord? Een hele belangrijke van Ilias, die zei, 40% zit je ongeveer op school en 60% is het in de buurt en in de wijk. Dus die school moet die 40% heel goed kunnen doen. Dus wij gaan de scholen nog fanatieker helpen om te zorgen dat ze die 40% alle rust en ruimte hebben om jullie kinderen te helpen. En die 60% is die wijk moet beter, dus de andere uren moeten beter ingevuld worden. Dus je moet kunnen sporten, van cultuur kunnen genieten, misschien ook buitenschool nog techniek onderwijs doen. Maakt me niet uit wat het kind ook wil. Het was vandaag een hele leerzame dag. En er zijn heel veel oplossingen besproken. Maar toch moet er veel gebeuren voor gelijke kansen in het onderwijs. Bedankt voor het kijken!